Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zit ik momenteel qua trofeeën behoorlijk onder mijn record. Want mijn record is 25.616 trofeeën. En op dit moment heb ik 22.765 trofeeën. Dat is gewoon bijna 3000 trofeeën minder. Maar het gaat nog minder worden, want het seizoen is namelijk over 2 minuten en 43-42 seconden afgelopen. En dat betekent dat mijn trofeeën weer worden gereset. En ik ga zoveel trofeeën weer dan naar beneden. En dat is gewoon balen. Oh, dat is echt heel erg balen. Ik moet gaan natuurlijk de komende tijd wat meer gaan pushen. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoeveel sterpunten we erbij gaan krijgen, want ik heb wel bijna al mijn knokkers boven de 550 trofeeën. Sterker nog, ik heb ze allemaal boven de 550 trofeeën. Dus voor elke knokker die ik heb, krijg ik wel sterpunten erbij. Dus dat is in principe wel nice. Ondanks dat ik natuurlijk bijna niet heb gespeeld omdat ik op vakantie was geweest. En tijdens mijn vakantie was het seizoen ook al een keer gereset. En toen had ik 5240 sterpunten erbij gekregen. Zal ik weer even in beeld laten komen. Ik had toen even een screenshotje gemaakt. Dus dat was ook al redelijk veel. En al met al zit ik nu alweer op de 21.000 sterpunten. Terwijl dat ik alle skins gewoon al heb gekocht voor sterpunten. Dus dat is best wel insane om eerlijk te zijn. Maar we gaan kijken hoeveel ik er vandaag bij ga krijgen. En wat ik ook nog even probeer te doen is El Primo nog even 600 plus te krijgen. Voordat het nieuwe seizoen begint. Want dan wordt hij in plaats naar de 525 gereset. Dan wordt hij naar de 575 gereset. Dus dat scheelt 50 trofeeën. En voor nu scheelt het maar 1 overwinning. Dus dat is eigenlijk best wel handig om even te doen. Maar voordat we dat gaan doen, smash al dat duimpje omhoog. 10.000 likes, het is heel veel. Misschien is 8.000 likes realistischer. Maar vergeet gewoon niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan maak je mij heel erg blij mee. En vergeet ook niet te abonneren. Gaan we knallend richting die 400.000 abonnees. Maar we gaan even een potje spelen. Volgens mij loopt alles goed. Ja, alles neemt goed op. Altijd even handig om te checken. En hopelijk gaan we deze winnen. Want als we dit potje verliezen en het seizoen reset daarna, dan heb ik natuurlijk El Primo gewoon best wel wat lager. Dat scheelt gewoon 50 trofeeën. Het is ook maar 50 trofeeën. Maar ja, het is toch wel jammer ofzo. Want daarvoor moet je toch best wel wat potjes spelen. En het scheelt gewoon weer. Want dan krijg je natuurlijk makkelijker weer hoger. We kunnen hier even achter schuilen. Oh, oh shit. Die kon ik net niet ontwijken helaas. Oké, dan ga ik helaas dood. Geen idee wat mijn teammates nu doen daarvoor in. Ik zie dat Daryl Frank heeft gekild. Eigenlijk moet Mortis ook nog even dood. Die is nu dood. Dan zijn er nu oh, ze zijn allemaal dood. Nou, dan moet deze wel gescoord kunnen worden. Oeh, die Frank die was er helaas weer. Ik zal even die Frank killen. Of in ieder geval, dat is de bedoeling. Ik zal nu mijn super inzetten. Kom op, teammates. Ik zal even mijn gadget inzetten. Dan oh, kom op, deze moeten jullie scoren. Oh. Hij schoot er volgens mij tegen die Jean aan. En dat was dat die Jean naar achter liep. Anders was ze gewoon genaaid. Oké, ik ga meteen even voor die Frank. Dat is misschien net zo handig. Kom op. Dan kan ah, net niet dood. Oh, ik had ze allebei zo bijna. Ze zijn zo low. Maar waar zijn mijn teammates? Oh, die waren ook allemaal dood. Wat? We waren allemaal dood. Waarom gingen ze niet die bal pakken en proberen te scoren? Dat was echt heel dom van hun. Oh, dat gaat nog maar net goed. Ja, mijn teammates gaan nu dood. En dit gaat niet meer goed. Oké, dit is een beetje jammer. Ik heb wel weer mijn super, dus ik kan meteen mijn super inzetten. Ja, daar wacht ik nu wel even mee, want anders mis ik het misschien weer. Oké, nu top. En dan ga ik nu voor die Frank. Voor die Frank, voor die Frank. En nu weer even mijn super. Top, dan kunnen wij nu misschien hier een goal gaan maken. Dat zou mooi zijn. Even kijken of dat gaat lukken. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah, die Frank, jongen. Mijn teammates, die gaan de hele tijd dood door die super van Frank. Oh, Daryl, goed gedaan. Daardoor heeft hij die moordjes bijna, maar het is niet voldoende en we verliezen het match. Ja, nee. Oké, dan krijg ik nu waarschijnlijk min 7 trofeeën, min 6. We doen gewoon snel nog een potje knokbal. Ik denk dat het seizoen nog niet is afgelopen. Oh, het is net afgelopen, maar het duurt altijd misschien een minuut, soms 2 minuten voordat het helemaal is gereset. Dus we doen snel nog een potje. Hopelijk winnen dit potje. En dan heb ik hem alsnog 600 plus. Zou nice zijn. Ah, en anders was ik zo dichtbij in het vorige potje. We hebben in ieder geval geen Frank tegen, dat scheelt. Oké. Het enige waar ik wel voor uit moet kijken, dat is nee! Nee, nee, nee! Dat was zo stom, dat was zo stom. Mijn teammate ging daar net dood en daardoor kon die Shelly daar net heen. En ik ging net via de linkerkant. Had ik ook beter zelf niet kunnen doen. Dat is een kloon, maar dit is geen kloon. Even hier uitkijken. Die pinguïn is heel irritant. Is er nou wel een van hun dood? Ik weet het eigenlijk niet. Ik wacht wel even totdat die Shelly die bal heeft gepakt. Nou, dat gebeurt niet.
Dus dat is een beetje jammer. Oh, dit is niet de goede Leon. Dat was een kloon. Dat was wel de goede Leon. Oké, dit gaat even een heel pittig potje. Nee, een heel pittig potje worden. Zo wou ik het zeggen. Weet je wat? Ik maak deze hier even kapot. Ik ben er helemaal klaar mee. Even die kapot maken. Ja, top. Dan moeten mijn teammates even die Shelly killen. Ja, die zijn er beter in, want ik ben niet zo goed voor tegen Shelly. Want Shelly is gewoon te sterk daarvoor. Kill even die Shelly, die was zo low. Oh, hij is nu alsnog dood. Maar die Leon is ook dood. Oké, ik heb zo'n vaag vermoeden dat de 600 trofeeën niet meer gaat lukken. We kunnen even... Ah, loopt hij net die andere kant op. Oké, kunnen we alsnog killen, dat scheelt. Wie die killen? Wat gaat die Shelly doen? Wat die Leon doet, dat boeit ook niet heel veel. Dat is niet de echte Leon. Dat was weer een kloon. Heeft die Leon nu al zijn kloons ingezet? Dus mocht er een Leon nu naar me toe lopen, dan is hij sowieso de echte. Maar we hebben nog 50 seconden. Het zou nog steeds kunnen lukken. Maar dan moet het... Wat? Liep hij nou een eigen goal? Dan leek het wel. Oké, nou, de 600 trofeeën met El Primo gaat niet meer lukken. Dus dat betekent dat we nu gewoon rustig kunnen afwachten tot het seizoen is afgelopen. Ja, maar dat is nog niet het geval. Dus we zouden ook gewoon nog door kunnen proberen. Ja, solo showdown is totaal niet geschikt voor El Primo. Ja, ik had maar één trofee nodig. Jammer dat het dan net niet lukte. We proberen het dan gewoon nog een keer. Ik ga het nu wel even voor mezelf spelen. Mochten we winnen, dan krijgen jullie het eind te zien. En anders krijgen jullie het gedeelte te zien dat ik mijn stappunten kan claimen. Nou, hier. Deze moet zitten. Kom op, kom op. Oh, hij scoort. Oké, nice. 1-0 voor. Het is een spannend potje tot nu toe. Maar het kan nu gaan lukken. Ik zal van een 4-up gaan opnemen. Even mijn super inzetten. Anders zou ik doodgaan door Frank. Dat is ook niet handig. Hier even schuilen. Ik heb mijn super weer. Even wat HP erbij. En dan zet ik mijn super hier zo in. Ja, dan zet ik die hier nu in. Boom. Ja, dit is perfect. Kom op. Ja, oké. Okay. Mijn teammates, zijn die nu dood? Nee. Kom maar, paas maar. Oh, hij kan zelf ook scoren. Moet hij wel schieten nu? En dat doet hij ook. Nice! Dit potje hebben we wel gewonnen. Maar het is al te laat, want waarschijnlijk is het seizoen nu al afgelopen. Heel misschien niet. Met heel soms duurt het net iets langer. Dat zou kunnen. We gaan nu kijken. Oh, nou, we proberen nog snel nog een potje. Het zou heel geniaal zijn als het nog gaat lukken. Het is serieus al 5 over 10 momenteel. Het zou toch wat zijn als we dan toch nog 500 plus weten. Of nee, 600 plus weten te krijgen. Maar dan, ik wou net zeggen, dan moet die Sandy er wel achter zitten. Hier moeten we nu even die Frank killen. Gaat die Sandy dan nog kunnen verdedigen? Ik denk niet, hij gaat scoren. Ja, dan gaat het ook niet echt lukken, hè. Dan gaat het ook niet echt lukken. Nou, we proberen het beste van te maken. Die Frank... Oh, dat was wel chill dat hij zijn super helemaal verspeelde. Ik kan hier even mijn super neerzetten. Kan ik even kijken of ik hier een kill kan maken. Oké, ja, we gaan hier sowieso kunnen scoren. Hoppa, nice! 1-1! Het kan nog, Heel snel even die tweede goal maken. En dan kan het nog goed komen misschien. Het zou geniaal zijn als het gaat lukken. Even uitkijken voor die super van Frank. Die verspilt hij helemaal en dit is heel chill, want ik kan die bal sowieso zo binnenlopen. Ah, nee! Nee! Ik dacht, ik zie die bal wel binnen. Ik had misschien beter kunnen binnenlopen, maar hij zit nu alsnog. Nice! We hebben het gewonnen en best wel snel. Dus heel misschien dat we hem nog net 600 plus hebben voordat het seizoen is afgelopen. We hebben nu 600. Dan moet hij nu nog niet gaan aftellen. Wat gaat er nu gebeuren? Oké, we krijgen nu het bij. Nee! El Primo is wel naar 525. Ah, dan waren we één potje te laat. Maar ja, maakt niet uit. Is niet anders. We moeten er maar alleen mee leven. Maar hoeveel sterpunten ga ik in totaal krijgen? Mijn record was ergens in de 6000. Ik had volgens mij een keertje toch in mijn beste seizoen bijna 6000 sterpunten gekregen. Ik krijg nu 3670. Wat alsnog veel is. En voor het seizoen had ik dus 5240. Maar ja, toen was ik net op vakantie. Dus toen had ik nog wel wat meer trofeeën dan nu. Maar ik heb nu 21.000 trofeeën. Ouch. Ouch. Dat is wel echt een beetje pijnlijk. Het duurt zo lang om alles weer te pushen. Want omdat al mijn knokkers best wel laag zijn. Het duurt gewoon mega lang om al mijn knokkers weer rond de 650 te krijgen. Oh, dit is wel echt heel erg balen. Maar ja, is die anders? Ik ga sowieso strijden natuurlijk dit seizoen. En ik ga proberen in ieder geval alle knokkers die ik nu 525 heb, even te pushen naar de 545 ongeveer. In ieder geval net onder de 550. En dan ga ik langzamerhand alles pushen weer naar de 650. En alle knokkers die ik nu 575 heb, ga ik naar de 500 pushen. Nee, naar de 600 bedoel ik. Ik ga ze niet naar beneden pushen. Gewoon zorgen dat ik weer 25 trofeeën erbij heb van alle knokkers. Dus dan gaan we het op die manier doen. Maar wel weer echt vet veel verloren. We kunnen even deze item claimen. Maar oh, ik zit nu zo erg onder mijn record. En van mijn club zit ik momenteel volgens mij ook laatste. Ik stond eerst meestal gewoon best wel hoog in mijn club.
Maar ja, nu sta ik gewoon echt best wel onderaan. Maar zijn deze bijvoorbeeld Shadows, hoe hoog zit... Ja, die moet nog trofeeën moeten nog gereset worden. Ik denk dat heel veel trofeeën nog gereset moeten worden, dus je kan het nu nog niet echt vergelijken. Maar wel ziek nice dat de Bowser Army trouwens gewoon nummer 1 staat van Nederland. Dat staan we nu al best wel lang. Dus dikke shout-out naar iedereen die in de Bowser Army zit en ook Eroy de 30.000 trofeeën gehaald. Bananensoepje, die ook knijterhard gaat, die heeft gewoon een record van 30.000 gehaald dit seizoen. Dus dat is ook wel heel lijp. Zijn trofeeën moeten ook nog gereset worden, want dit is zijn record. Dus hij gaat nog naar beneden, maar in ieder geval alsnog heel lijp dat hij de 30.000 heeft gehaald. Maar dat was dit voor deze Brawl Stars video. Gewoon even een video waarin ik mijn sterpunten van het nieuwe seizoen liet zien. En trouwens, wat wel lach is, ik heb natuurlijk wel 8 trofeeën erbij gekregen met El Primo. Dus in plaats dat ik nu 525 trofeeën heb, heb ik nu 533 trofeeën met El Primo. Ja, het is weer een kleine boost. Nou, maakt niet heel veel uit. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!